Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Maakt niet uit om laat je het kijkt. Ik ben Andy Gissema en dit is de UCL Show. Ik ben hier samen met Marcus Nakupinda aka Black Jesus. Oh, dat was. Ik ben hier met Jill Moeizenbier aka The Voice <laughs> of Reason. En ik ben hier met niemand minder dan Pierre Duomo. Ja, Pierre, alles goed? Alles tof. Serieus met jullie, guys? Rustig. Voetbal kijken in de wereld. Ja. Ik ben beu. <laughs> ik ben fucking beu. Deel Ergens is ben ik beu, want mensen willen nu tegen mij ook over voetbal praten. Die Eerlijk. Maria Hazard discussie, hey. Broer, kijk, we gaan dat niet hebben vandaag. Want uh, well, Twitter was al een beetje. Uh... Het antwoord was het duidelijkste vast, hoor. Noem, kijk, ik ga daar niet over praten. Mm, ga daar niet over praten. Kijk, vandaag Champions League. Uh, wij hebben naar de wedstrijd van uh, Benfica, Bayern tegen Benfica gekeken. 5-2-Bayern. Uh, een korte analyse, waarom ga je in de wedstrijd? Ah, Bayern dominant. Een paar keer toch. Een paar keer een toch. Shaky in de back, Benfica een paar keer doorgebroken. Maar voor uh, Vordoe, veel goede kansen gecreëerd. En dan, als je Lewandowski hebt, die heeft hij triple? Ja, hat mm -hmm. Als hij een hat scoort, dan wordt het moeilijk. Maar 5-2. En Sané is eindelijk zijn voorbeeld, vinden. vinden. Mm, Sané was gevaarlijk. Ik hou ervan. Oh, ik hou ervan. Ik hoop dat we die Sané terug gaan zien van bij, van bij City. Dat mm. was een Sané. Dat was, die was snel. Die had een actie... De goal die hij scoort vandaag, prachtige goal. Ik hou ervan. Ik hou van young boys in China. Als we het hebben over young boys in China. Mm. <laughs> Iemand die net zijn debuut heeft gemaakt. Europa League heeft gespeeld. Heeft die tegen Club Brugge net gespeeld. Hoe voelt ja, het allemaal? Dat was snel. Dat was snel. Ik had dat niet verwacht. Maar uh, pff, ik denk toch dat het moest komen. Mm. Vroeg of laat moest het komen. en uh, Het is heel vroeg gekomen. Ik voel me goed. Top. En als ik u en... zie spelen, heb ik zoiets van gespeeld. Zonder druk Voetbal is gewoon als je ah, precies. Je al, al jaren gewonnen. Jawel, jawel, jawel. Nee, ik ben, ik ben iemand die, die nooit speelt met stress. Uh, voetbal is nog steeds groen gras. En uh, je speelt nog steeds tegen iemand die ook twee benen heeft, twee handen. Uh, dus ja, het is gewoon voetbal. Een mm. spelletje. Gewoon genieten. En een leuk verhaal, dat je hebt je het tegen mij al verteld, maar je hebt speelt met nummer 80. Waarom heb je nummer 80 gekozen? De enige echte Arnoldinja. Mm. Uh, ik denk in de tijd vroeger. Ik denk dat wij het moeilijk hadden, dus wij, snapte, wij keken vaak naar video's op, uh, op YouTube, gewoon voetbalvideo's. We hadden niet echt uh, telenet om te kijken naar wedstrijden live. Dus we keken gewoon naar samenvattingen en al. En uh, Ronaldinho kwam dan vaak in, uh, in aanbevolen, of hoe noemt dat je? Aanbevolen. Mm -hmm. <laughs> Jawel. In aanmerking. In aanmerking. En uh, toen ben ik direct verliefd geworden. Uh, Zou je zeggen dat dat je favoriete spelers van. Jawel, jawel die, straat, die, die straatvoetbalacties die hij doet op, uh, op een wedstrijd. Ongezien. Das, uh, vandaar ben ik verliefd geworden. En uh, nummer 10 is een beetje, een beetje. een beetje moeilijk om te pakken. Dus dan ben ik gewoon naar die 80 gaan kijken. Maar weet je, je gij, gij ziet ook een beetje aan jou. Ik, en ik heb zo. vorig jaar, jaar ja, twee jaar aan, een stuk zo. alle video's van nu bekeken. van in de jeugd en zo. Mm -hmm. Je hebt het echt gewoon die. Ken je, het zo? je hebt dat overal zo. altijd zo één of twee spelers zijn niet zo van de street. En gewoon wat die op straat doen, die gewoon op een veld. Maar zoiets. Iets gemodereerder, als ik ja, het zo zeg: Gewoon oh, jongens die leuk zijn om naar te kijken. Of dat is wat mis deze dagen, man. Dat is wat mis, zeker bij de jeugd en hoe spelers worden opgeleid. Dus mm -hmm. dat is goed als je op het veld bent. Zoals dus je zegt, geen stress, fun. En je speelt je eigen spel. Maar oh. het ding is ook bij, bij, bij een eerste ploeg erin komen. Oké, okay, ik heb nu drie wedstrijden al gespeeld bij Antwerpen. Het is niet dat ik op die drie wedstrijden heel mijn doos naar boven heb gehaald. Mm -hmm. Het is hoe je erin komt. Is, je moet vertrouwen hebben van de jongens. En als jij erin komt en je begint straatacties te doen en je moest maar eens een bal verliezen, mm -hmm. dan, dan is het ook meteen afgeschreven. Dus vandaar heb ik ja. zelf gezegd: ik haal mij een beetje rustig. Ik speel voor het team. Ik speel altijd voor het team. Maar wanneer ik erin ben en erin blijf, kan ik mijn truckendoos weer, uh, weer naar boven halen. Ik denk niet dat ik mijn trucendoos ben verloren. Mm. Ik hoop het niet. <laughs> maar uh, die zullen we sowieso zien, 100%. Ja, Pietijn, jongen, 17 is volste. Awesome, Snap je? Snap je? Ja. Ja. Als ik 17 als ik in eerst. Nou, fuck. Woe. Nah. <laughs> of oh. vliegen, maar nee, man. Hoofd in vliegen, daarom. Ik niet, bro. Ik ik niet. Weet je dat <laughs> mijn rgs collectie Ja. Oh, dus, we hebben gekeken naar Bayer BFK. Wat vonden we van BFK? Kenny, de eerste 10 minuten waren die wel. Kaart aan het prissen, man. Die waren daar. En ja, de ook afgekeurde goal, wel. was dat niet? De eerste 15 minuten. Uh, dat is ja. 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 Nee, ik vond, hun, ja, ik vond die de eerste 15 minuten echt gewoon vooral hartprissen. Kan, ik ja, kan de spelers niet benoemen, maar je gaat zo eerst, ik denk de nummer 11 is. Everton. Ja, die met zijn uh, rest Ah nee, die heeft een handenken. Of ik kan niet. Dat, uh, dat was een beetje... Wendel? Ah, Matee, dat was meteen die... Uh, ja, diegene die fraude noemt. Maar ik vond hem... Uh, woordal, ik vond hem goed. Waarom? Que, so, allee, ik denk dat normaal gezien het centrum er is. Defensief middenveld, ja. Ja, Maar hij ging altijd ineens uit van het centrum naar rechts. Snap je? In... Ik weet niet wie hij altijd mee? Goritska. En hem Goritska altijd mee, waardoor het centrum ineens een, een heel... Ja, helemaal open ging, snap In mm. de eerste 15 minuten, bijna had hij er een beetje moeite mee. Ah. Maar daarna mooi, nagels, men heeft zo'n van die rare shit. Ineens, uh, allee, als je in aan de aanval gingen, je ging ineens met drie eigenlijk terug. Vanachter zo'n 3, 1, 4, 1, Als ik me niet vergis, mm. we zijn ineens altijd. Yeah. Snap En dat is eigenlijk iets dat je constant doet, elke wedstrijd. En op de een of andere manier lukt dat altijd. Maar op zich Benfica dit zijn ding, dit wat het kon doen. Dat is niet ja, slecht, hè? Dat, dat, dat is niet genoeg tegen Bayern. Twee keer ja. zo in Bayern, dus dat is al iets. Dat is al wel, snap je? Je er al vijf, maar wie eet er niet af en toe vijf van Bayern? Sant? Daarom. Ze hebben momenten gehad, zoals we zeiden. Een paar keer gevaarlijk, maar net niet. Tegen Barça hebben ze gewonnen. Ik denk, hoeveel staan ze nu in de groep? Uh, Eerst de twaalf op twaalf. Barça heeft zes op twaalf, staan tweede. En Benfica staat derde met vier op twaalf. En mm. heeft één puntje. Die ze hebben ook gehaald tegen Benfica dan. Ja, dus... dus. Het, is, het kan nog, hè, die tweede plaats. Maar ja. hopelijk niet. Visca Zie je het halen van Barca? Hmm? Zie je ze het halen van Barca? Ja. Benfica speelt nog tegen Barça en Dynamo. Barca mm -hmm. speelt nog tegen Benfica en Bayern. Snap je? Dus ik denk, Benfica is in het voordeel nu. Barca heeft een moeilijkere wedstrijd. Als Benfica wint van Dynamo en Bayern wint van Barca, wil we je dat, dat kan gewoon, hè? Maar ze moeten onderling nog spelen. Dus Benfica heeft dan een gelijkspel tegen Barcelona, denk ik, ja. genoeg. Het gaat aan die liggen. Wat denk je als iemand die veel voetbal kijkt... Wie is voor jou de favoriet zo in de Champions League dit jaar? Mm, als ik kijk dit jaar. Ik denk dat jullie het niet met mij eens gaan zijn, maar uh, Real Madrid. Mm, Wat de huh? Real Madrid. Hm. Oh, oh. Wel. Waarom? Was, was hij hier, was hier dit jaar bij hen? Ik denk dat Real Madrid de laatste drie jaar, vier jaar. Allee, toch wel zo in de groep altijd. Wedstrijden. Ja, punten nee. laten liggen en zo. punten laten liggen, mm. maar vanaf kwartfinale Bonny weten we allemaal, hoe yeah. Madrid is en dat is. Big Benz. Ja, jawel. ja wel. Big Benzema, dus... Vinicius is een beetje. Ah, hij hij schoot dit komen. jaar hè? Ja, hij schoot dit jaar. jaar zo, je zegt niet weet als Je als petit kan Vinny in ineens Maar ik sluit niet uit. dat Man City wel echt topfavoriet is. Dus Man City is voor mij momenteel de best voetballende ploeg. ik zie dat echt kei graag voetballen. Ja, ja. Samen zo, met zo. Bayern is ook zeggen. In twee Maar ik ben niet zo fan Darbyl. van Bayern. Nee? Nee, nee? nee, nee, nee. Ik ben zo fan van Bayern. Dus dat snap je vandaag, bro. Heb je die flanken gezien? Davies. Nee, ik ben niet zo fan van Bayern. Zou je daar niet nee. graag spelen? Als je mij vraagt, Dortmund of Bayern? Dortmund. Nou, dat respecteer ja? ik. Dat respecteer ik. Ja, ja, ja. Bayern is niet. Waarom? Hmm. Ik vind dat Bayern een beetje te geforceerde kern is. Ik uh, spelers ga halen zoals, hmm. zoals dan en Davies en. Koman. dat is echt zo een gecreëerde ploeg zo zeg maar en mm. Dortmund is meer een ploeg organisch gebouwd jonge jongens ja. gemixt met en was... en jongens echt top maken zoals een Torganazar top maken ik denk dat Torganazar al top was niet van maar maar komt van Lucien <laughs> en je weet een beetje mm -hmm. een beetje Dortmund een beetje jeugdig snap pas wat? op het top Dat is wat? de beste hazard. Torganazar is... pas op na Kilian, oh. <laughs> Etan is ook niet slecht, hè. pas op, pas op, pas op Dat is A heel stap. moeilijk hè, als, uh, als broer van je eigen naam maken, want uiteindelijk als je gaat vragen aan, uh, aan mensen, allez, als je de achternaam dan weghaalt, ja. Torganazar. Dat, allez, je gaat je niet horen broer van, snap je? Ja. En bij veel spelers heb je dat wel dat de broer dan een beetje slechter is, dat is waar. dan, en omdat de grote broer dan top is, mm. nemen ze hem ook gewoon mee. Maar Torganazar heeft zijn eigen naam gewoon gecreëerd, vind dat is ik. Waar. Hij is een van de weinige jongere broers die die naam heeft kunnen kwijtraken. Hè? Mm -hmm. En voilà. Want ik hoor geen broer van. Allee, dat niet vaak. Zeker de laatste Maar haar, Eden he? is de broer van nu. En voilà. Van? <laughs> dat is overdreven. Waarom? Ze komen hem tegen in het ziekenhuis van Madrid. Ze zeggen, ah, dat is de broer van Thorgan Hazard. Dat Zie je hij is? Is dat niet waar? Nee, maar hm? het is waar dat Thorgan, zeker voor nationale ploeg, heeft hij heeft bijvoorbeeld ja, voilà. vorig EK ook, een scoort winnen een goal tegen Portugal. Tegen Portugal, al, snap Portugal, ja. Maar uh, de Champions League, wat betekent dat voor kijk, kijk je daar veel naar? Hoeveel wedstrijden? Ik kijk, ik kijk, kijk toch wel naar Champions League. Jawel. En hoeveel wedstrijden kijkt je ongeveer? Um, op een week, hoeveel wedstrijden zou je zeggen dat je kijkt? Van Champions League alleen of van alles? Van alles? Um, ik denk toch dat ik veel wedstrijden van de Premier League kijk. Mm -hmm. La Liga. Mm -hmm. Champions League, dus pakt gewoon elke wedstrijd die er is. Mm -hmm. La Liga. Elke dag een wedstrijd? Ja, elke dag een wedstrijd. Geelt, waarschijnlijk. Als je zelf speelt? of ja In de avond daarna. Nee, in de avond daarna kijk ik wel echt wel. We echt ook nog? Ja, ah, okay. echt wel. Ik kijk graag naar Arsenal. Sowieso. Hallo? Oh, ja, ja. Merci, mon gars. Ah, merci, mon gars. Merci, manga. Sowieso, Dank je voor het kijken. Jezus, azali. Seigneur, Jezus Christ, merci. Je hebt het, mijn guy, man. Oh, ben je bent nu een truc supporter? Ben je vanaf van nu een truc supporter? Ik ben domo-supporter. Dat is goed genoeg voor mij. Ik ben ook domme supporter Toch, we zijn samen. Maar je kijkt veel. En we zeiden dus, van, je moet plezier hebben op het veld. Mm -hmm. Wie zie je nu graag spelen? Bijvoorbeeld Ronaldinho zag je vroeger graag. Als mm -hmm. je nu zoveel kijkt, wie zijn zo'n spelers die, die je nee, warm maar. maken? Nee, maar Omar zie ik te graag spelen. Dat is, mm -hmm. Ik is ook dat zolen werken. Ja, zolen werken alles. Mm -hmm. Dat is nog gekker als mij. Oh. Oh. Ja, dat is... <laughs> samen. samen nog gekker als jo, mij. Je hoefde er niet te zeggen, wij vonden, wij vonden dat wel. Wat? Wij wisten al wel dat hij nog iets beter bij jou was. Mm. Ja, iets. Een klein beetje. En in Belgische competitie? In Belgische competitie, wie kracht zie spelen momenteel? Van spelers. Van um... wat? Van wat? Van <laughs> clubs. Dat is toch niet Arsenal? Dat is toch niet Arsenal? Vas-y, vas, -y, vas -y, denk je het? <laughs> bon. Terug over de Champions League, -show. Mm. we zijn een beetje aan het uitweiden. Mm. We zagen net ook Mammo Chelsea. Ik denk dat ik daar een beetje de samenvatting van mag geven. Ik ja. vond Chelsea momenteel is voor mij de beste verdediging in Europa, man. Ja, dat is niet wie is gek. Wie zei cap? Cap. Als de scoren winnen zijn. cap. Cap. Dat is niet gek, de beste verdediging in Europa? Die... Cap. Nou, wie is de beste verdediging? Arsenal. Oh. Oh. Messi. My guy. Wat Oké, okay, Het Nee, nee, nee. Simo, volledig. En ik zijn partner van daarvoor. Arsenal, Asna. Ja man, Asna. Ja man. Ja. het ja. ja. is In Champions League. Champions League. Champions League. Zondag, okay, zondag. ja, zondag. Als, ah, ja als, Sie, als Brian ziet. <laughs> we praten over Champions League. Dan moet u niet eens over Arsenal praten. Met een paar Conference League. <laughs> Iedereen heeft een slechte jaar. Eén. Eén. Brian bijna aan het roepen. Eén. In in, <tie> Eén. Een paar jaar. Nee, maar dat is waar. Ik ben, ook, ik ben met jou. Ja, Beste verdediging Chelsea. Nu. Ja, maar, maar. Bro, en nu is het zonder Lukaku en Werner. Dus de twee, die voor de doelpunten eigenlijk zouden moeten zorgen in mm -hmm. theorie, zijn er niet bij. Ze scoren die 1-0, een doelpunt van Zieg. die net na de tegen Newcastle is gestart, nog eens start, mooi voor hem, en hij begint ook ja, statistieken te tonen. Mm -hmm. Dus hij scoort nu eindelijk zijn doelpunt. Mm -hmm. Maar het is wel een ploeg waar ik zoiets van heb van als die scoren, winnen die. En oké, okay, ze winnen maar met 0-1 van Malmoe. Maar ze hadden wel... Ja, kapot veel kansen. Ja, ze hadden kapot veel kansen. Kapot veel en kansen. Een enorm technisch overzicht. Ik zie 73% balbezit, dus... Ja, ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Hè. En maar... ik vond, vond Ruben Loftus-Cheek een fantastische wedstrijd spelen. Ja? Ja. Goed in de passing, veel dribbels. Ja. Begint ook, ook een beetje vrienden. terug in de ploeg te komen nu, zie Ja, ja. Want want Hij de speelt al een beetje huh? meer. Ja, hij is een moderne middenveld. En hij is een goede middenveld, want ik had vroeger het idee dat hij, dat hij iets hoger was met jou. Als hij nu maar in de kamer zit, zeg maar, hoe is er? Nee, hij is in de ploeg aan het komen. hij is in de ploeg aan het komen. Hij, hij begint een beetje minuten te maken. Dus Kante hij is, is ook in gewoon in Londen gebleven. Ik mm. denk dat dat er een beetje mee heeft te maken. Ik ja. denk wel dat hij een stabiele invaller gewoon is. Ja. Maar sterkte van Chelsea ook is. Ze ze zijn niet afhankelijk van één doelpuntenmaker. Ik denk in Europa. Ik weet sowieso in de, in de Premier League hadden ze die statistiek. Ik denk twaalf verschillende doelpuntenmakers momenteel. Ik zou Series James begonnen doelpunten te scoren. Snap ja, je? Dus zeggen, de score, ze hebben verschillende doelpuntenmakers en een stabiele verdediging, bro. Dus. Binnenkort jij ja, door mijn die ook nog scoren. dan, dan is het feest. hè. Ah. Ja, hadden die niet in de wedstrijd, Tsja, dat je kon de verdedigers hadden gescoord? Of was dat niet diep voor? Veel verdedigers horen bij hun. Hè? Ja. Nou, wel eens ja, ja, verdediger ja, ja, bij ja. ja. hun. Ingrid is een terrorist eigenlijk. Hè? Ah, bro. Hij is een genie, hè? Maar bro, ze winnen, uh, bon, winnen uh, 0-1 op Malmo. Ja. Juventus staat momenteel eerst in die groep met 12 op 12. Uh, Chelsea staat met 9 op 12 tweede in die groep. Zenit 3 op 12 en Malmo 0 op 12. Dus ik denk dat we wel kunnen stellen ja. dat die groep gespeeld is. Ja, ja maar sowieso misschien... dat wist je van het begin. Hoor. Ja, dat was duidelijk. Ik denk dat we inderdaad enkel nog kunnen spreken van voor plekken 1 en 2. Ja. Wie zie je het misschien al? In die groep? Juventus heeft er 12, Chelsea heeft er 9. Wie zie jij? Uh... Mm. Juventus. Die zijn ook. Uh, ja, jawel, jawel. Ben je een beetje fan van. Juventus als ploeg of als team? Of? Ik ben meer fan van Milan, maar Juventus is ah, My guy. Ah, no, my guy. Ja, Iedereen is, is wat samen top. vandaag af. Hoor. Ja, netto's ensemble, behalve. <laughs> Ik ben met God. Het <laughs> zou nodig zijn, want. Met, 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 met je ploeg kun je al niks doen. En ja, we moeten het weer al, weer al, weer al hebben over Cristiano Ronaldo. Goed. Die God. weer al. Goat. Twee keer een gelijkmaker ah. tegen Atalanta scoort vandaag en daarmee zijn ploeg redt. Weet je wat dus... erg is? Gilles, sorry dat ik je onderbreek. Zeg maar, zeg maar. Het, het ergste is dat we eigenlijk niet over Man United gaan spreken, maar over Ronaldo. Wow. Oh. Overal ja, is waar shit, ja, bro. dat overal waar Ronaldo komt. groter dan de club of niet? Groter dan de club. Oh. Dat is waar. Je kunt dat niet wegnemen. Rustig, rustig, rustig. Kijk, bij Real is iedereen een beetje gelijk, maar Ronaldo, sorry. Ja, Zeker Ronaldo Noodle, hij dan dat, dat die blonde meisjes erin zitten. Ja, dat gedaan. Je ziet hem in de tunnel met die blonde meisjes. Je. Je, je weet, weet alles. Stel je voor dit je jaar. Al als hij dit jaar doet met menu, ik stop mee kijken. Af je menu de Champions League winnen. Bro, dit ik, ik zag ze vandaag niet eens winnen. Als als ze hebben niet gewonnen? Ah, we well, twee 2-2. Hij komt kluts bro, dat maakt mij bang. Ik ga even de stand in die groep voorlezen. Na mm. vier speeldagen, ik eet 12 punten. Menu heeft er 7, Villarreal heeft er 7. Talanta heeft er vijf en Youngboys hebben er drie, dus het zit nog niet allemaal zo ja, ver uiteen. Ja, ik ja. cool. denk dat ze momenteel met drie ploegen eigenlijk voor twee plekken zijn aan het spelen. Waarom mm -hmm. mm -hmm. dus... zit niet goed hè, bij Menu. Nee, men... menu moet ook nog tegen Villarreal, dus daar moeten ze onderling ook nog punten gaan, gaan verdienen. En ze moeten nog tegen Youngboys worden ze van het... verloren. Ik, ja, ja, ja. De eerste eerste wedstrijd match, dus... in de groep. Hè? Dus je alles kan nog in die groep voorschemaan. Mm -hmm. Neem Ronaldo weg bij Menu. Je hebt een probleem. Kijk, oh, ja, Menu, ik heb al gezegd. Maar die jongen met zijn blonde mesjes daarachter gelooft mij niet. Het probleem van menu zijn niet de spelers, het is de coach. Sowieso, dat sowieso. Vind jij? Ja, ja man. man. Je kunt elke coach daar momenteel zetten. En wat? Je en het gaat niet lukken. Ik denk Bro. Bro, Bro, hun elftal. Bro. Hun elftal is top. Bro. Brian is aan tafel achter maar, de camera trouwens. Hun, hun, hun elftal is top. Maar, maar. Maar wat? Je moet ook een ploeg hebben. Maar ja, en wie zorgt, en voor, wie die zorgt die voor de ploeg? De trainer, maar, ah, ja. maar, 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 maar. Maar de trainer kan niet veel meer doen als momenteel. Een goede trainer wel. Een trainer kan niet veel meer doen dan momenteel. We Was... gaan niet wegnemen dat hij het is, het is een toptrainer is. Maar we zitten Hij is een toptrainer. Een toptrainer. Brian heeft bijna zijn bovengehaald. Goh, achter de camera. Sorry. Sorry. No, is een, hij is een toptrainer. Oké, okay. niet de beste trainer die er is, maar. Hij is ook niet Boys. een van de wat beste kan hij meer, trainers. Maar wat kan hij meer doen? Het enige hij wat kan niet kan veel geven. meer doen. Het enige wat je kan geven dat Oil heeft gedaan is een ploeg. Constant naar de Champions League gaan brengen. Dat geef ik jou. Okay, okay, maar hij heeft hij verschillende systemen gespeeld. Hij heeft die niet gebracht, elke andere coach kon dat. Wat heeft je gedaan? kon een andere coach ook? Was Mourinho niet zesde? of, of ja, hij oh, is die... Mourinho met een veel verhalen. slechter ploeg. Mourinho was tweede, bro. Mourinho was tweede? Ja? Of zes? Tweede? Zes, ja. Eén jaar, is Mourinho... jaar zes, ja. En ja. dan, dan tweede? Tweede jaar, tweede. Dus dat is progressie. <laughs> ja, maar, maar, de, maar dat is mijn punt. Het enige dat Oli doet is constant Champions League, maar er is geen progressie. Snap je? Die ploeg is geen title contender. Misschien als zij Conte hadden gehaald en Conte had Bozovic gebracht, dan zie je kunnen nog meedoen voor een titel. Je lacht me mij, ik ben doodserieus. Conte gaat Bozovic naar Tottenham brengen en ze gaan meedoen voor de titel. Voor United meedoen voor de titel. Nee, maar bro, ik ben niet met jou, man. Dat is... Voetbal is... Dat is een ploeg. Je kunt sterren hebben, je kunt het allemaal bij elkaar brengen, maar het is nog steeds een ploeg. Nog steeds, zoals PSG momenteel. Mbappé, Messi, doe maar iedereen erbij. Je moet een ploeg hebben. Je kunt... Pogba daar nog zetten bij PSG, wat dan ook. Je moet een ploeg hebben. En de coach bij menu heeft heel veel dingen geprobeerd, maar hij heeft geen ploeg. Hij heeft individuen. Maar hij heeft geen ploeg. Kan je hebt een Greenwood, je hebt een Ronaldo, je hebt een Rashford, je hebt een Lingard zelfs. Maar dat zijn allemaal goede individuen die je moet zetten in een ploeg die werkt voor hun, zodat zij hun sterke, hun steralures ook kunnen plaatsen, waardoor zij de man zijn. Maar je kunt niet vier mannen hebben. Vier mannen, zodat ik mijn hand nog zo doe, vier mannen <laughs> hebben en verwachten dat je iets gaat winnen, geen want dat wecht, niet. Alles wat je nu doet, is als argument alles, al alles wat je zegt is... Maar nee, maar wacht. Ronaldo scoort vandaag de winnende 2-2. De, de winnende 2-2? De 2 -2. winnende 2-2. De De gevoel van een winnende. Blijheid, iedereen is blij. Terwijl drie jaar geleden Rashford dat moest zijn. Dus Rashford heeft nu iets in zich van... Oh, ik moest dat doen. Ik moest dat doen voor mijn ploeg. Snap je wat ik bedoel? Ego. Rashford heeft ooit... Je, je weet nog in de tijd daar tegen PSG, PSG, die penalty. Mm. Hij was de man. Maar mm. nu Ronaldo komt, Ronaldo pakt zijn shine. En bij PSG hetzelfde. Mbappé nemer, Messi komt daarbij, opeens is alles Messi. En Mbappé nemer Neymar zit er daar een beetje tussen. Een ploeg, ik vind, hoe je een ploeg bouwt... Is, je hebt Iniesta, Xavi, dit, dat, dat. En yes. je hebt een Messi... Messi is Messi en iedereen accepteert. Maar als je daarom dan nog Suarez, Neymar, uh, dit, dat gaat bijdoen. dan pak je al Messi's en Shine een beetje weg. En win je een Champions League? Win je geen Champions League. De zelfs. Barcelona heeft toen geen Champions League gewonnen. Alleen één keer toen met Neymar en zo, topjaar. Maar daarna hebben we Wat gezien... Wat zeg je dan van Real Madrid, Benzema, beeld? Maar bij Real Madrid is het helemaal Cristiano. anders. Benzema accepteert dat Ronaldo de man is. Mm. Benzema gaat geen penalty afpakken van Ronaldo. Bij Menu, Fernandes komt al penalties vragen aan Ronaldo. Mm. Dat kan niet. Dat, mm. dat mag je niet. Je moet accepteren, Ronaldo is er, hij pakt die bal, hij maakt de doelpunt voor de ploeg. Mm. En weet je... Voor wat, mij is dat zo. Weet je welke persoon voor mij dat kan vormen? Een goede coach. Ziek. Wij kunnen een goede coach jij heeft, zeggen, ja? jij bent nummer 1 voor penalties, jij bent nummer 2. De coach niet heeft gezegd. Denk je dat het op blad in de kleedkamer niet staat, Ronaldo, 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 Ronaldo. Als de coach, <laughs> als de coach echt de baas is, dan gaan we nummer 2 niet, die, pak, die durven pakken van nummer 1 voor mij. Het gaat om de jongens. Het gaat, snap je? dat is zo, zo, allez, zo zie ik het. Dan is Bruno nog geen teamspeler. En, en, en Marcus Rashford, denk ik dan toch, uit mijn perspectief, denk ik niet dat hij accepteert dat hij altijd de man is geweest en dat er mm. Ronaldo komt en die pakt. Mm. En dat hij op achtergrond opeens moet zitten. Dat denk ik niet. Mm. Snap je? Dat is voor wie wist wat wat was. Voor mij alle al zijn argumenten juist. Alle argumenten geven juist aan dat je een goede coach nodig hebt. Daarom een punt. betere dan Oli. Maar ik snap je uitgangspunt wel. Je moet egos kunnen managen. Je, moet... je kunt geen probleem vormen. Zo, dat gaat niet. Een net Messi. Um, dan gaan we het overduidelijk ook hebben over hoe hij achtergelaten <laughs> Barcelona. <laughs> Die met de schamele 0-1 wonnen in, in Kiev. Die wonnen in Kiev. Ansoufati <laughs> scoorde 0-1 in de 70 e minuut. Merci. New number 10. Nieuwe nummer 10. Gaat het gebeuren. Geloof je dit? Bro. Hij gaat het doen. Ronaldinho, Messi, Ansoufati. Je... Geloof je het? Abdul. Ja, dat, dat zijn. Dat zijn, hij gaat zijn, veel, hij gaat zijn eerlijk, hij gaat zijn eigen weg. Hij gaat zijn eigen weg banen ja. met die nummer 10. Dus hij gaat niet 10. halen. Hij, hij gaat halen, bro. Hij gaat... Van alle Lamassia-talenten. Hebben ze de juiste keuze gemaakt, denk ik. Ik dacht eerst, dat is misschien een te grote stap, maar wat je toont voor Barça. Wat moet hij voor Barcelona hebben gewonnen voor jou dat hij, dat hij het heeft gehaald als de nummer 10 van Barça? Eerlijk gezegd, gewoon twee liga's. Gewoon, wat? Die, gewoon ah. twee liga's. Twee keer La liga. Twee liga's. Dat is het. Twee liga's. Ah, maar je hebt je standaard. Twee liga's. Boel, ik heb het over een ballon d'Or in meerdere nou, Champions League. Dat je individueel of als team? Want als team. Kan je niet te veel op Vaters? Ja, nemen, in zijn hele carrière bij Barcelona, denk je dat hij maar twee keer La Liga moet. Doen. No, maar hij is nu nummer tien. Hij gaat zijn piek in. Je hebt een periode van drie jaar waar Barca gewoon daar is, op niveau twee ligas. Voor mij, ik ga zeggen, je hebt jouw job. Twee daar. ligas? Ik verwacht niet van hem dat hij Messi wordt, bro. Die lat is heel hoog. Ik verwacht niet van hem ja, dat hij ja, Messi wordt. Niemand kan Messi worden. Ja, Daarom? Twee ligas is alles. Twee ligas. Je noemt niet eens een Champions League of niks. No, ver, een goede, diepe run in de Champions je dan League. Hoe lang hij nu die bij Barca gaat spelen? Mm, dat is een goede vraag, bro. Ah, voor mij, ja, voor, mij voor mij mag Rutaire bij Barca. Dus heel zijn... Oké, okay. laten we, we zeggen dat... Stel dat hij zoals Messi doet en hij speelt er effectief... Heel zijn leven. 18, 19, 20 jaar of zo. Mm. Twee ligas! Mm. 20 jaar! Ja, En geen Champions League. Geen Champions League. jaar we geen Champions League. Ik over Gent hem individueel, snap Ik wil gewoon blij zijn met hem individueel. Als ik nu kijk naar hoe Barca is als tiener, kan ik niet teveel van hem verwachten, elk snap decennium één keer de titel winnen. Bro, pak, pak tien jaar. Pak tien jaar. Ja. Nu de komende tien jaar. Elk vijf jaar jaar. Denk je Denk je Dat is weinig. Geef mij op zijn allerbeste een run je de like als je naar een romanticus. Ik ben een romanticus, broer. Dat verhaal moet gewoon mooi zijn. Het verhaal Slecht. moet gewoon mooi zijn. De prijzen die komen vanzelf. Denk Pff, je het? Zolang je gelooft, kan alles. Fucking hell. Wow, we, we gaan het dus... Ja, groep... Ik ben helemaal... Twee ligas. <laughs> <laughs> nou, Javou, als je echt lang gaat spelen, een beetje meer. Hè? Ik, ben, ik, wil, ik wil niet te veel druk op hem zetten, maar hij moet gewoon zijn spel spelen en zijn eigen spelen spelen. Kan hij Hij gaat zelfs twee ligas winnen. Wie? Bro, hij gaat twee ligas winnen. Voor Barça of niet? Dat zien we nog wel. Dat gaan we nu doen. <laughs> Dat zien we nog wel. <laughs> ja. we je nog wil wel. niet combineren met Fatih? Dat zien we nog wel. Huh? Nee, ik, ben meer, ik ben meer Madrid. Ah, je, ja. wil, je, wil niet, je wil niet met Gavi op het midden van? Bro. Como Vinga, Ik wil niet zeggen. Oh, Kamavinga! Yes. C'est ça! We gaan voor Madrid. Lenoxé, hmm. snap yeah? mm. mm. je? Voorzichtig in het zwart, Lenoxos. Lenoxos. Nee, nee. Laat, laat hem zijn eigen weg banen, snap je? Niet te veel druk zetten op die jonge spelers. Ook al heb je nummer 10, laat hem zijn ding doen, maar ik ga hem niet te veel pression zetten. Mooi, in groep E heeft Bayern 12 punten. Barça heeft er 6, Benfica 4, Dynamo Kiev heeft er 1. Barcelona moet nog gaan spelen tegen Bayern en Benfica. Ja. Dat zijn twee ploegen die ook nog. Uh, Bayern zal wel eerst worden, neem ik aan. Ja. En Benfica in het van Kiev gaat ook nog show worden, denk ik. Benfica zeker niet onderschatten. Ik denk, Bing, ik, heb, ik heb dat gezegd. De in eerste tien minuten die we vandaag Barst zagen. Er de ik denk Barca derde plaats. Man. Nee, nee, ze gaan het halen. Ze gaan het halen. Kun je kun je dat echt inbeelden? Barca verliest in de groepsfase. Ja. ja. Ah, jullie <laughs> zijn gek, je hoort het hier first. Barça gaat gewoon Barca door. Barça Europa League. Is Xavier? Is Xavi? Nee, nog niet. Wie, wie gaat de coach zijn uh, morgen? Ik weet niet, man. Ja, Ola, ik ik, 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 ik heb al vandaag gelezen dat hij sowieso niet meer hier vandaag gespeeld. <laughs> dat zeg ik. Ja, ja, Maar ik weet niet, man. Als Xavi komt, mooi een van voordeel van de twijfel. Denk je dat je dat kan halen met de huidige kern? Eerlijk ja. Het, ja, een, het, het moet... enige gevaar is die, 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 die band die hij al heeft met Piqué, Busquets en de oude kern. Daar gaat hij denk ik moeilijk mee hebben, want die moeten stilletjes aan of Je mag al een beetje tempo achter uit de kern die, die kern die ze nu hebben, er zit talent in, bro. Ja, maar ik denk, ik denk dit jaar en in. volgend jaar is het die jongens zoveel mogelijk minuten geven. Voilà. En dan zien dat we winnen wat zijn we dan, 23, 24. daarmee mee gaan doen voor de Prijs in, in Spanje. Twee liga's. Ja, want jij hebt het niet verteld. Je hebt uh, gespeeld tegen Gavi, niet? Ja, in de nationale ploeg. Ja. Allebei 2004. Allebei 2004. Wie was er beter? Kijk, in mijn hoofd heb ik altijd dat ik de beste ben. Mm. Respecteer dat. Elite, dat moet. Elite, elite mentaliteit. Dat moet. Sowieso. Maar of ik dat laat op... Nu gaan zeggen. Ik heb dat net gedaan. Ik heb het net gedaan. Nee, in mijn hoofd. In mijn hoofd. weet is wat? kijk? is mijn weet Je hebt gelijk. In mijn hoofd. Je hebt gezegd wat in je hoofd gebeurt. Ja, zo. In mijn hoofd. Je reden. Maar. Ik ga het zeggen. Wie is de beste speler waar je misschien nog tegen hebt gespeeld? De beste speler waar ik tegen heb gespeeld. Of de meest indrukwekkende? De meest indrukwekkende. Karim Belen. Petit Karamokko, die al vijf jaar veertien is. Tja, ja. Oh, <laughs> uh, ik denk wel dat hij echt uh, een van de beste ja. spelers is. Hoe is het heb. nu met hem? Hoe doet hij het nu? Uh, hij heeft het moeilijk. Hè? Hij heeft, uh, denk ik, nog maar zeven wedstrijden gespeeld in het mm. En Hij is ja. toch al twee jaar bij de eerste ploeg. Ja. Maar dat, allee, zo gaat dat destijds. Het is niet alleen meer dribbelen en, uh, ja. en wat dan ook. Het is voor de ploegspel, zoals mm -hmm. ik heb gezegd eerder. Het kan veel gebeuren met jonge guys. Hè. Soms je kunt je de je debuut maken en twee, drie keer goed spelen en dan... Als het wat minder gaat, kun jij de eerste zijn die eruit wordt gekikt. En ja, dan voilà, nee, zo, zo, zo gaat dat, maar ik moet dat ja. ook accepteren. En ik denk dat hij dat wel goed plaatst. Anders was hij al weggegaan. Maar uh -huh. ik denk dat hij dat goed plaatst. Zijn tijd gaat komen. Iedereen zijn tijd komt. En wanneer die komt, moet je die, uh -huh. dan moet je je die, kans die Maar is dat niet een moeilijkheidsgraad? Want Ik denk dat je dat nu ook hebt. Uh, dat je eigenlijk van, meer van belofte speelt naar eerste ploeg bent gegaan. Uh -huh. En het is zo vaak dat ik zie: van, bij de belofte zijn zo de guys. Uh -huh. En eenmaal dat die naar de grote gaan, ben je zo de pt om het zo te zeggen. En eenmaal dat je nu op het veld met bent, kun je je zo terug, en terugspelen zoals belofte spelen, of moet je echt zo die hele aanpassing doen van oké, okay, ik ben echt de PT en ik moet, ik geef maar een voorbeeld, je moet bijvoorbeeld sneller de bal afgeven. Je kunt niet meer zo echt doen wat je wilt, of heb je meer zoiets van hey, ik doe nog steeds wat ik ben aan aantoon sinds het begin? Ik ben, ik ben iemand, ik denk dat iedereen dat weet, ik ben iemand die, allez, ik weet wat ik wil, snap je? En dat ik jong ben, pak dat niet weg dat ik, dat ik de jongste ben van, van de eerste ploeg. Mm -hmm. Dat ik altijd al geweest, momenteel. Um, maar op het veld probeer ik, alle, probeer ik te vragen van de jongens. Zie mij niet als een jonge jongen, snappen. Zie mij als iemand die al tien jaar in de game is en die ballen op want ik ben iemand die ballen op mm. zoals tegen Westerlo bijvoorbeeld, dat ik, dat ik een pas op ijs uh, om, om te kunnen scoren. Mm. En dat ik dan daarna een beetje boos ben. Dan denken misschien sommigen van. Wij zijn 17 jaar hier ja, boos ja. aan toen op veld, maar dat is, dat is mijn karakter, ik kan dat niet wegnemen. Mm -hmm. Ik heb in mijn hoofd op veld iedereen dezelfde leeftijd. Mm -hmm. Dus er is geen pity op veld. Want als, als je zo gaat denken, dan gaat je, dan gaat je altijd, allez, ja, altijd ja, 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 de mindere ja. zijn, zeg maar. Zijn dus dat is iets dat ik in mijn hoofd heb gezet. Mijn paupadage, zo Ik kies Ik kies maar. dat is echt goed. poeder. Als je kapt, je kunt het juist, je, je, je Voilà. Dat, dat is, is heel zo mooi. Met dat gaan we afsluiten en naar het volgende onderdeel overgaan. De wedstrijden van morgen. Ik zie dat er twee wedstrijden om kwart voor zeven zijn. Real speelt tegen Shakhtar en Milan speelt tegen Porto. Alam Wat denken we van Real Shakhtar? Real staat Real staat momenteel tweede in de groep met zes op negen. Inter staat... Derde is in die groep met 4 op 9. Shakhtar heeft 1 punt en eerste staat Sheriff Tiraspol met 6 op 9. Ah, la Sheriff! je mag. Wat denken we ervan? Real wordt sowieso. Ja, ze halen ze nu in. Nu halen ze Sheriff in. Ah, ja. Brood, ja? De eerste twee zijn Real Inter. Is de, we. is de honeymoon face van, van Sheriff over, denken jullie? Ja, ja. Sheriff spelen thuis tegen Inter? Nee, nee. Het is, het is... Pas op. Nee, nee, nee. Allee, zo denk... één verrassing in die groep kan ik nog zien, maar Real gaat nu die eerste plaats ja, op. Nee, het ding is, Real dat Sheriff ook niet wedstrijd mm. Het is gewoon Sheriff. is ja, Slimmer dat ook gekomen. Uh, Efficiënt? Ja, want wat is dat? Die had maar uh, 23% balbezit bezit of zo. Mm -hmm. mm. Twee Oké, okay, snap je? Maar ik denk nu, Inter gaat realistisch spelen. Als ze tegen hem moeten spelen, ja, dan moet je gewoon realistisch spelen. Maar het ding ballen, is, knallen. je mag dan elke voetballer vragen, de minst de, de minste ploeg op papier zijn meestal echt de moeilijkste wedstrijden van heel het seizoen. Um, een wedstrijd bijvoorbeeld tegen Brugge is, allez, uit mijn perspectief, omdat ik mm -hmm. al heb gespeeld, tegen Brugge veel meer ruimte dan tegen bijvoorbeeld een Westerlo. Ook mm -hmm. al denkt jij tegen Westerlo, ga ik erover, bovenuit steken. Die wedstrijden, heel moeilijk. Mm -hmm. Heel moeilijk. Bijna geen ruimte, die vallen terug. Maar uiteindelijk die vallen terug, maar jij moet nog steeds in die goal scoren. Mm -hmm. Brugge wilt ook voetballen, dus die komen. Die willen druk zetten, dan ja. komen de ruimtes vrij. Hetzelfde met Real en, en die ploegjes. Uh... Oh, respecteer, respecteer. Jij uh, <laughs> heeft hier een Je hebt. Knip. Geen probleem, <laughs> geen probleem. <laughs> nee, maar uh, dat is hetzelfde. Die boys yeah. die zakken terug, 23 balbezit. Ze krijgen één kans en boom. God is met hun, mm. boom goal, mm. en dat is, dat is zo moeilijk, zo moeilijk. zelfs nu, ook al weet Real van we moeten je nu onderschatten, gaat nog steeds moeilijk worden, mm -hmm. nog steeds. verder hebben we, we Porto Milan, we gaan het niet over Milan hebben, Die winnen toch niks. <laughs> Damn. Dortmund Ajax, de terugwedstrijd. thuis Ajax thuis of? Uit? Dortmund thuis. Ajax Dortmund -thuis. Dortmund -thuis. het vorige keer 4-0 thuis gewonnen van uh, Dortmund. wat zien we gebeuren boys? Die we Dortmund? ze terugpakken? 4-0 is veel, bro. 4-0 is veel, man. 4-0 is veel, bro. Maar Dortmund is zo, ik weet niet, dat is zo'n rare ploeg, met rare ups en downs, man. Ja, die kunnen altijd winnen. Die hè? hebben elke seizoen, elke seizoen is zo, die hebben zo'n ploeg dat zo, die kunnen zo heel top zijn, ineens zo, ik weet niet, man. Inconsistent gewoon. Maar thuis altijd gevaarlijk. Maar ik denk eigenlijk ze gaan ook weer bevestigen. Weer ik denk dat het weer een seizoen is van Ajax. Ja? Ook ja. gevaarlijk team in de Champions League. Ah, ik denk toch dat hij misschien zo halve finale dan. Een... Kwarthalve finale. Ajax is echt een sterke ploeg. Kijk je veel er naar de Eredivisie? Of uh, naar Ajax in het algemeen? Ajax, ik volg wel echt Ajax. Mm -hmm. Ajax maar eredivisie wedstrijden, nee, kijk ik niet naar. Dat mm. is niet mijn ding. Dat Kijk ik niet graag naar. Mm. Maar Ajax is wel. Uh... Levels. Levels, Mij. Echt nou. Maar Ajax heeft gelijk gespeeld dit weekend, 0-0 denk ik tegen... Pff, ik weet niet meer. Heracles wist. Nee, bro, zo snel, zo snel ben ik niet. Ik heb Praat even erover, ik ga je druk zeggen tegen ja, of niet. Nee, nee, maar weet je, dat is, zo, dat is ook typisch Ajax. Die hebben altijd zo... Ja, ja, 0-0 Voordat die champions League moet spelen. Mm. Bro, Ajax in voorbije drie wedstrijden zijn zo grappig. 4-0 gewonnen van Dortmund, 5-0 van PSV, 0-0 tegen Herakles. 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 Ja, precies, maar als ja. ik het zeg tegen die... Tegen die... Makkelijke ploeg op papier. Mm. Zeker ploeg Ajax, die willen, die willen voetballen. Wat maakt voor jou een ploeg als Ajax sterk of interessant om naar te kijken? Ervaar, ervarenheid mixen met jong. Dan heb je altijd bijna een kampioenenploeg. Mm. Dat is hetzelfde als in de tijd Anderlecht, met Lukaku en zo, Tillemans, uh, Genk in de tijd, met Kevin de Bruyne. En dan heb je Marvin Jimmy zo van die jongens. Een kampioenenploeg bestaat uit ervarenheid en jong. Mm. Waarom? Ervaren jongens krikken de, de jonge jongens op. En jonge jongens die talent hebben, dat is iets dat talentvolle spelers hebben. Die pakken het niveau en die brengen dat nog naar een andere, andere level. Zoals momenteel Gravenberg bij Ajax of zo. Die kijkt naar Tadic en die probeert Tadic zijn niveau op te krikken. Probeert beter te zijn. En daarom gaat Tadic ook weer beter deliveren. Ja. En zo is een kampioenenploeg. Ik heb nog bijna geen kampioenenploeg gezien die alleen bestaat uit ervaren spelers. Ja. Heb jij zo zelf iemand waar dat je naar kijkt... Uh, bij Antwerpen of buiten Antwerpen, dat je dan denkt van van die speler kan ik het meeste leren of daar zou ik echt graag mee samenspelen. Bijvoorbeeld als ik op veld sta met Faris Haroun of met, met Raja Nangolan. Mm. Je kijkt naar die mannen en je probeert hun na te doen, maar een beetje met je met kwaliteiten. Ja, en en meestal komt dat dan er goed uit. Mm. Dus dan pak je bijvoorbeeld raja zijn tackles. Ik weet niet of jullie mijn tackles hebben gezien tegen Westerlo. Mm. Dat is, dat is in, in, mijn, in mijn hoofd heb ik op dat moment. Ah ja. De Raja Tackle. En dan doe je dat. En dan... oh, ja. dat, dat is iets wat we van. vaak zeggen ook in jeugdopleidingen. Gewoon het leervermogen van bepaalde spelers. En mm -hmm. dingen oppikken en trainingssituaties kunnen omzetten in, in mm -hmm. wedstrijden. En, ja, dat je is hebt het talent, hè? He? Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen, je, je kunt... heb je mediatraining gekregen? Mediatraining? Ja? Nee, nee, nee. Ik ben gewoon heel mondig. Jee, <laughs> <Yeah. laughs> Nee, maar voor 17 jaar, nee, vanaf, nee. Waarom, man. Daarom, man. Ik ga echt niet liegen. Hij valt ja. beter dan ons. Vooral jullie twee. Koeba. Oh. 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 Morgen zijn er dan nog drie wedstrijden waar we het over moeten hebben. We zitten na 35 minuten, geen probleem. Uh, Liverpool-Atletico. Daar kijk ik wel naar uit. Ja? Vorige Dat wedstrijd was leuk. Vorige wedstrijd was show. Thriller, Wie speelt thuis? Liverpool tegen Atletico. Ik zeg altijd thuis. Ik <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> denk Liverpool-Pax. Liverpool, hm, ja, ook. sowieso Liverpool, maar dat wonen... ja, is een leuke wedstrijd. Nee, dat een leuke en, wedstrijd en Liverpool maar Liverpool... Ja, wel, Ik denk best. in de vorm waar Salah nu in zit. Maar Simone heeft altijd... altijd passen met Simone. Ja. Want Liverpool heeft 9 op 9, Atletico heeft 4 op 9, Porto heeft 4 op 9. Ah, ze hebben de punten nodig, Atletico. En de laatste heeft... Wie? Voor de rest... Uh... <lacht> 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 Doe graag. Nou, Maar dat is een normale vraag. Waar is Arsenal? Broer, we praten over Champions League. Inderdaad. 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 Broer, laat me. Laat maar, we zijn er niet. Er is er nog een Belgische ploeg die morgen spelen? Hij is stil, hij komt niet eens verdedigen. Ah, dank je. Geen zorgen. Over vijf jaar gaan we samen naar Milan. Manchester City, Club Brugge. Ah, we moeten weer pakjes krijgen. Ah, want het was 5-0 in Brugge. City is maas. En toen moest onderschat Brugge 5-1. En toen had het echt zo'n 8-9-1 kunnen zijn. Onderschat Brugge. Nee, bro. Nee, nee het is niet van dat, mm. Maar City is sterker. Mm -mm. City is veel sterker, maar onderschat Brugge. Dat not gaan happen. Ik ben geen Brugge-fan. Helemaal niet. Zou... Helemaal dat niet. Dat zou je hier al zeker niet moeten zeggen. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik ben, ook al speelde ik niet bij Antwerpen, ik ben geen Brugge-fan. Maar Brugge onderschat niet. Ze Brugge kunnen is, iets doen, denk je? Jawel. Brugge heeft zo die vieze spelers die, waar je zo niet tegen wilt spelen. Als je de wedstrijd van Leipzig hebt gezien... Wie is maar speler, waar dan, waren ze best tegen City? Wie is zo'n speler dan? Die verdediger, die zijn. Yeah. Dat is zo'n speler, ook al bent, jij, Gabriel Jesus of ook al bent gij Kevin De Bruyne, denk niet dat dat een speler is waar je graag tegen speelt. Dat is uw, uw enkel... Dat is alles kapot. Bro. Snapte? je? Clinton Matta, zo'n vieze bak die de hele Bro. tijd meegaat, dat, dat is niet leuk. Hè? Dat, dat is, als, als aanvaller mm. kan ik me inbeelden dat dat helemaal niet leuk is voor een Foden om... 40 meter achter hem te lopen, dan weer terug, snapte. Dus ik denk Brugge heeft zo'n selectie. Das... pas op. Dat is echt vorige wedstrijd ziet hij heeft dat goed aangepakt, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. En ik denk dat Brugge pas op echt wel. Je bent vriendelijk, ja. Vriendelijk? Je geeft Brugge een kans. Ik geef ik een kans deze om te winnen. Ik geef een kans, want als Brugge nu speelt, hoe dat een normale kleine ploeg speelt op papier dan tegen een grote ploeg, ja. een beetje. Op PSG ah, oh, is dat ook. 70% balbezit. Clement, dat is een fout. Dat is de fout die ze vorige keer hebben gemaakt. Dan Weet dan je dan je is. Dat is geen fout, hè? Maar ja, daar... maar... Dat is een risico. Dat is een risico. Dan krijg je 5-0 en zo. Maar als je speelt zoals tegen Leipzig bijvoorbeeld. Je drukt wel, maar. Een beetje, beetje, beetje terugstandig. Tegen PSG ook. Dat tegen PSG ook. En dan krijg je wedstrijden 1-1, 1-0, 2-2. Maar als jij wilt spelen tegen een ploeg als City, die zeggen, oh, oké, okay, let's go, snap je? Voor hen is dat hetzelfde dan tegen Menu spelen. Die willen allebei voetballen. Mm -hmm. Dan zegt City, oké, okay, dan komen de sterkste eruit. Ja. En daarom is het een Kevin De Bruyne en een Foden en... Sorry, dan geen Charles de Ketelaar. Snap je wat ik bedoel? Mm. Ja, maar die bij, allez, potentie, yeah. Charles de Ketelaar is toppotentie, snap je? Niet van dat. We maar zien ja. ook, uh, in die groep speelt ook nog PSG tegen Leipzig. Uh, ik zie momenteel, PSG heeft 7 op negen. Manchester City heeft zes punten, Club Brugge vier en Leipzig 0. Uh, in mijn ogen is Club Brugge derde. Volgens mij ik zie Leipzig zowel tegen City als PSG geen punt pakken en ik zie hun tegen Brugge ook geen vijf punten pakken. Dus. Normaal wel. Normaal als, als PSG no. gewoon normaal doet. Want ik weet Messi speelt niet. Ja, maar, je je doet maar nee, het is het niemand. niet man? Ja, maar het is niet, alsof hij de ploeg beslist of zo. Nee, nee, het is niet dat beslissend is, maar wie dan, is, wie is een, niet beslissend? Er is een Argentijn met een betere linkervoet daar, dus geen probleem. Ja, tuurlijk. <coughs> La <wedgie>. Lochelso. <laughs> <laughs> Lo C'est bien. Respecteer mensen. Er zijn twee Argentijnen, <laughs> maar een <laughs> betere like, regio. Jullie <laughs> mogen hazard, hagard zoals si jullie willen, maar mensen gaan respecteren. Maar niemand met er karting. Dat is gewoon niet top op dit moment. Wat deed PSG in de vorige wedstrijd tegen City? Vorig resultaat tegen City? Dat is 2-0. Gisteren gescoord. Broer, kom voor dat doelpuntje. Oh, oh. Maar hij is niet beslissen. Je bent geen winnaar. Hè? Het is pas graag. Ja? Je bent geen winnaar. Je wordt daar doelpuntje. Ik weet, ja. dat van... ja. Do weet je wie, wie wedstrijden wint? Je moet meer <laughs> te scoren. Zie, daarom. Ik wil echt zoals jou zijn, man. Gewoon rustig. Niet met deze BO's hier. Dan uh... mm -hmm. ja, ga weg. Ga weg? <laughs> <Huh>? <laughs> ga nu weg. <laughs> ga nu weg. <laughs> Pepito sub, of <hè? laughs> Ga nu weg. <laughs> <laughs> bon, dat was het voor de Champions League wedstrijden. Uh, verder was er nog een andere vraag die we u wilden steken. Steken, steken. Wat wow. hij, hij, hij zei wij kunnen niet praten. Al die. Was er nog een andere vraag die we u wilden stellen. Wat is het leukste stadion waar je al hebt gespeeld? zo. Hmm. <laughs> leukste stadion waar ik al heb gespeeld. Ja, of mooiste, leukste sfeer. Je hebt maar. Dat ik uh, hebt maar één antwoord. Elke week. In, uit, in een stadion speel. Echt speel. Maar uh, ik denk momenteel Bozo. Dank je wel. <laughs> Dank nee, maar ja. Maar ja, maar ja. Echt waar. Bozo. Sfeer daar is. Uh... als er een stadion is waar je van droomt om ooit te spelen, thuis of op verplaatsing? Santiago Bernabeu. Mm. Is Real je team? Real is mijn team. Ah, oké. Okay, okay. Er is geen. Ik Vag dacht of... Milan of Arsenal. Nee, 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 nee. nee, nee. Real is teamteam. En team. Mm. Zoals... Arsenal side team. Nee, nee, Arsenal is. Mijn team ook, maar die tweede nee, je mag waarom, team zo. Nee, maar Waarom over? hebben Arsenal-fans altijd zo één succesvol team aan de zijde? Bo, omdat. Antwoord, om jij. Heb je, je hebt toch een ander team? Hm? City Pirates. Zijn in de midden? Zijn in oh. de midden? Jee. Yeah. Goedemorgen. Bo, maar dat is. El... c 10 heeft dat ook. Alt, altijd. Arsenal-fans zijn de altijd, de altijd voor Barça of Real zo. Als het niet goed gaat. Nee, maar ik heb geen on the side, man. Arsenal. Nee, Arsenal. Voilà, dan de GSP. Ja, ja. ah, ik respecteer Dat is dom, maar ik respecteer u. <laughs> nee, respect. Ik denk dat Echt we wel? alles hebben gehad. Pierre, enorm bedankt voor te komen. Ja. Alla. Je was een uh, enorm goede gast. Ik had niet verwacht dat je als 17-jarige zoveel was kon praten. En, uh, ik ga niet leeg. Ik was bang dat ik straks met Tim een uur lang ging moeten knippen. <laughs> <laughs> Pas op, ze zijn toch dingen die je moet knippen. Yes, 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 geen <laughs> yes, stress, yes, like. kunnen dingen geknipt worden, dat is ja. geen probleem. wel. Ja. Ga jij de mensen bedenken of bedenk ik de mensen? Ah, sowieso. Bedankt mij ook, hier. bro. Echt? <laughs> right. Een ding dat echt erbij moet, hè? Die pingpongspelken met die paletten. Zeg je zeker. Ik ben heel zeker. Dat is ook Koelkast Late Night. Trouwens, als je dit kijkt, uh, er is ook een Cocas Late Night show, die vanaf nu elke week dropt op zondagavond om 10 uur. Dus uh, ga dat ook kijken, man. Dat is een show waar we over uh, popcultuur praten. Uh, we doen er leuke spelletjes, we praten over de nieuwste releases. Mensen geven hun tips van de week, al die dingen. Hele leuke show, kom daar ook kijken. Want koek eens elke dag een plezier. Ewa, voor de rest, ik wil nog iedereen bedanken dat hij kijkt. Nog een gelukkige verjaardag aan sowieso Jaman Munga, mm. uh, Flam Garcia, mm. Benny Garcia. Mm. En nog een gelukkige verjaardag van Brian naar Gilles van de Putten. Ik heb ook eentje, bro. Fuck you. Gelukkige verjaardag, Marcus. Merci. Gelukkig verjaardag, Gilles.